De swingplane. De swingplane is de baan van de club door het raakmoment van de bal heen. De swingplane heeft heel veel, of heeft eigenlijk alle invloed op de richting van de bal. Nou, wat is dan precies de swingplane? Bijvoorbeeld deze lijn, dat is de lijn van de bal naar het doel toe. En de manier waarop de club inkomt op deze lijn, dat is de swingplane. Dus dat is bepalend wat de bal ook in richting gaat doen. Bijvoorbeeld, stel mijn club komt in en die komt aan deze kant van de lijn in en deze kant van de lijn er doorheen. Kunt u voorstellen dat de bal ook de neiging zou hebben om daar naartoe te gaan. Andersom kom ik in van deze kant van de lijn en die kant er doorheen, zou de bal ook de neiging hebben om naar rechts toe te gaan. Nou, in swingtermen, swingplane termen, praten we aan deze kant de binnenkant en deze kant de buitenkant. Dus als iemand zegt, mijn swing is van buiten naar binnen, betekent dus dat de club van de buitenkant inkomt naar de binnenkant. Nou, die buiten naar binnen beweging, dat creëert heel gauw een slice. Omdat de club die snijdt door de bal heen en dat creëert een effect van links naar rechts toe. Andersom komt de club van deze kant in, de binnenkant, door naar de buitenkant. Dat creëert heel gauw hoekspin, waardoor de bal van rechts naar links gaat. Om dus een rechte bal te slaan, moet de club inkomen van de binnenkant van deze lijn, de bal raken en ook weer aan de binnenkant doorkomen. Dus het is als het ware een soort cirkel dat de club maakt. En op het moment dat die club die beweging maakt, de swingplane dus van binnen en weer door naar binnen is, dat is de manier om een rechte bal te slaan. Maar andersom, van buiten naar binnen of van binnen naar buiten toe, kunnen we ook weer bewust doen om een bepaalde balvlucht te slaan. Een draw of een fade. Dus daarom is het heel belangrijk om de swingplane te kunnen controleren, om dus ook de juiste balvlucht te slaan.